De tweede poging van de weldoenertjes uit Blaricum. Zij hadden al hun oude knuffels van zolder verzameld, maar mochten deze maandag van de COA-medewerkers niet aan de gevluchte kindertjes geven. En toen zeiden ze nee, want als dan één kindje dan een knuffel zou krijgen, zou dat andere kindje die datzelfde knuffel wou dan misschien boos worden. Vandaag mogen de jongens tot hun geluk zo doorlopen. Maandag waren ze nog slachtoffer van het beleid van het COA. Goed bedoelde spullen worden centraal ingezameld. Ja, we hebben heel veel aanbod en we hebben heel veel mensen die graag iets willen. En wij proberen gewoon de locatie te beheersen, zullen we maar zeggen. En te voorkomen dat we met heel veel spullen komen te zitten waar we niet zo goed van weten van wat moeten we, hoe kunnen we dat een goede plek geven. Maar het COA maakt nu ineens een uitzondering voor de jochies. Ik zag natuurlijk ook de gezichtjes op RTV Noord-Holland. En ik dacht, dat moeten we gewoon anders doen. En we hebben heel weinig kinderen op dit moment. We hebben weinig bewoners op onze locatie. Dus we konden het nu ook gewoon goed regelen. Vandaag is het niet het COA, maar de fotograaf die de jongens precies vertelt hoe ze hun knuffels moeten uitdelen. Maar de jongens zijn al lang blij dat ze hun knuffels kwijt kunnen. Ja, heel erg. Ze gingen heel erg blij kijken. En van, ikke, Willem.